Minister Bronte Somohadjo van Binnenlandse Zaken zegt nooit te hebben aangegeven dat zijn ministerie 30.000 ambtenaren zal ontslaan. De bewindsman zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat het klopt dat het ambtenarenapparaat vol is, maar niemand wordt zomaar ontslagen. Somohadjo stelt het niet op prijs dat er op sociale media onnodige paniek wordt gezaaid. Dat is niet het geval, dat heb ik nooit gezegd en dat is ook niet aangehaald in het krantenartikel. De krant heeft een foto van mij gezet en dat is een goed recht. Ik ben een publiek figuur, maar er was angst natuurlijk. Maar er is nooit de bedoeling geweest van deze regering om 30.000 ambtenaren te ontslaan. Het is al vaker aangehaald, het ambtenarenapparaat is veel te groot. In dat kader heeft dit ministerie al wel een honderdtal contracten opgezet van enkele diensten waarbij de mensen geen diensten leverden. We hebben de beleidsadviseurs onder de loep genomen en wij zijn bezig met het instellen van een vervroegd pensioen. We hebben vorige week of twee weken geleden een plan van aanpak ingediend bij de president en wachten op zijn instructies. Dus ik wil het volk geruststellen. Er is nooit en zal nooit sprake zijn van het ontslaan van 30.000 ambtenaren. Somohadjo zegt verder dat zijn ministerie nog steeds bezig is met het compleet digitaliseren van het ambtenarenapparaat. In dat kader worden er deze maand twee projecten afgerond. Wij gaan volgende week de e-loket lanceren. Dat betekent dat de mensen die de grote bedrijven die kunnen via onze e-loket CBB-diensten aanvragen. Dat gaat twee zaken opleveren. Eén, de rijen gaan verminderen bij CBB. En het is makkelijker voor de klant, voor bijvoorbeeld van de banken, van de verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij de notarissen. Wij gaan deze week de brieven uitsturen naar de instellingen en hopen een succesvol project te starten. Twee, het personeels digitale informatiesysteem wordt ook deze maand afgerond, zodat de landsdienaren precies weten wat hun status is, hoeveel vakantiedagen ze hebben, hoe het zit met hun bevordering. Maar dat gaan we eerst doen bij Binnenlandse Zaken als pilot en dan overheidsbreed implementeren. We moeten meegaan met de tijd. We automatiseren, we kunnen niet achterblijven. Het is een service die wij gaan aanbieden aan de bedrijven en aan de bevolking. Een app waar de bedrijven gebruik van kunnen maken, zodat als jij bijvoorbeeld naar de bank gaat, dat jij niet persoonlijk meer jouw papieren hoeft te halen bij CBB, maar dat de bank dat voor jou kan aanvragen bij ons. En dat scheelt, is allemaal efficiënter. Je hoeft niet meer in de rij te staan, je hoeft zelf niet meer in de zon te gaan staan. De bank of de verzekering of de notaris of elke any bedrijf, die kan dat voor jou doen. En wij gaan nogmaals deze week de uitnodiging uitsturen en verwachten een aanloop van de bedrijven, want het is een dienstverlening die iedereen ten goede zal komen. Somohadjo geeft toe dat hij had aangegeven dat ambtenaren elders geplaatst zullen worden en dat is de afgelopen periode ook gebeurd. Het ministerie is altijd bezig. We hebben zo'n 1000 personen al herplaatst. Of het nou is bij sociale instellingen, of het nou is bij particuliere instellingen of bij scholen. Maar tot nu toe 1000 mensen herplaatst en wij zijn heel erg tevreden. Onze mobiele unit wordt nu ondergebracht bij het bureau van de minister, zodat er meer armslag is, zodat er effectiever kan worden gewerkt.